Ja, Arme, het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de contractverlenging eindelijk een feit. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel, dankjewel. Het doet me ook een plezier om weer een jaar verder te kunnen werken met de groep. En goed, wat we de laatste maanden ook aan het doen zijn, geeft ook hoop. En het is ook positief dat je dan de lijn kunt doortrekken. En welke uitdagingen zie je nog bij Rode JC? Maar goed, wat ik ook al heb aangegeven bij mijn aanstelling, eerst zorgen dat we die stabiliteit hebben. Ik heb daarna ook al veel aangegeven dat ik met de mensen hier heel goed kan samenwerken. We zijn beperkt in onze mogelijkheden, maar er is duidelijkheid. Daar is Martin heel bepalend in. En dat geeft me ook altijd veel vertrouwen. Daardoor kan ik met mijn groep werken. En daar is ook de laatste weken en maanden ook het resultaat van teruggekomen. En daar heb je wat tijd voor nodig. Je doet dat niet met een knip even zeggen, nu gaan we zo werken. Daar heb je rust voor nodig. En die rust die hebben we gevonden. En dat geeft mij ook mogelijkheden om verder te kunnen werken. En wat ik ook aangeef, we hebben beperkte mogelijkheden. We zullen ook nog moeten blijven bezuinigen. Maar met de creativiteit, met de mensen rond mij, kunnen we toch nog progressie maken. Ja, zijn er ook nog punten die je zelf zou veranderen? Op basis van wat je de afgelopen anderhalf jaar hebt gedaan? Maar ik denk dat we al veel zaken hebben veranderd. Maar dat doe je niet alleen. Dat doe je ook met wat ik net gezegd heb. Met mensen over de problemen te praten. Dat doen we nu nog. Wij vinden nog altijd dat wij nog fouten maken. En dat bespreek je dan ook intern. Maar dat is wat ik ook heb aangegeven, altijd het positieve. Dat is altijd heel duidelijk geweest. En je hebt ook mogelijkheden nodig. Dat bedoel ik ook financieel mogelijkheden om wat dingen wat te kunnen creëren. En dat duurt ooit wat langer. En dat is ook niet erg. Maar we zitten wel op dezelfde golflengte. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Heb je ook bepaalde verwachtingen voor volgend seizoen als coach? Natuurlijk, in eerste instantie is er nog een heel weg af te leggen dit seizoen. Daar probeer je nog eerst wat progressie te maken. En dan ga je kijken positioneel wat je nog kan verbeteren, wat je vindt moet verbeteren. En ik denk dat we daar ook volop mee bezig zijn. Dat is heel moeilijk te voorspellen, maar er is wel een duidelijk beeld van hoe dat je speelt. Waar je naartoe wil, de manier van werken. Dat is denk ik ook voor de groep steeds duidelijker geworden. Mensen weten al meer hoe dat ik op dingen reageer en dat is denk ik al een groot voordeel wat je hebt. Dus je hebt een vertrouwen in de toekomst tegemoet, denk ik? Absoluut. Ik denk dat ook heel de club dat vertrouwen moet geven. Dat we ook deze club weer daar kunnen brengen waar ze thuis hoort. Dat wil je de supporters wensen. Dat is ook belangrijk commercieel. Dat ook mensen duidelijk voelen om bij deze club te horen. En dat kan alleen de Eendracht groter maken. En dat hebben we nodig om hier in Limburg weer iets te creëren. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en bedankt. Graag gedaan.